Veronica Goes Back. Op een goede dag, ergens in de eerste helft van de jaren 80, had programmamaker Jef Rademakers een briljant idee. Spoor alle oude klasgenoten van een bekende Nederlander op, zet ze bij elkaar in een klaslokaal en laat Koos Postema de meester zijn. Klasgenoten werd voor het eerst uitgezonden door de VARA, maar verhuisde in 1986 naar Veronica. Dat het een succesformule was, blijkt wel uit het feit dat Klasgenoten inmiddels in tientallen landen wordt gemaakt. Mijn moeder ging naar de bejaardengym en dat had ik al net verteld. Ik maak zitten de Icon Weekend en zo. En ik zal het maar zeggen, er wordt niet in gevloekt. Nee. Want vloeken en bloot, ja, bij mijn moeder natuurlijk niet. Collie. Dus ik zei, ma, er wordt niet in gevloekt. Dat is het goede nieuws. En het slechte nieuws is, ik sta zeker 5 minuten in mijn blote kont. Met Hedy. Dus dat is wel een troost, want die kende ze. Ja, ja. En zegt ze, ik zeg het tegen niemand. En later bleek dus dat ze toch zo trots was dat ik op tv was gericht. Dat ze het aan iedereen had verteld. Ja, wij gingen dus daar ook, we deden er alles, eten, ja, maar ook onder de douche. Ja. En dat was één keer per week? Op maandag. Op maandag. En er was dus, je moet je voorstellen, had je hier de douches in het midden, was hier waren de jongens, daar waren de dames, de meisjes, en dat was met 2 gordijnen afgescheiden. Maar wij lagen dus altijd onder die, op ons buik onder die, van te kijken wie er al haar op had. De heer Luns heeft het weerbaarheidslied inmiddels gevonden. Maar eenmaal komt de dag waarna wij alle smachten, dan trekken we over de grens om de Belzen af te slachten. Dan schiet de Zevenveld met welgerichte schoten, dat God vergeet het tuig, de katetsers in deur. Ga zitten hier, alsjeblieft. Ja, ja. Herkent u hem weer? Nee, je moet gewoon op de stoel gaan zitten. Ik fietste naast hem. Ik was een beetje zo jong dat af en toe als ik naast de leraar fietst. Een beetje een kwijlenbabbeltje. En hij heeft me daar, die hele weg vanuit Huizen, tot Bedum toe, alsmaar liedjes voorgedragen. En toen heb ik gezegd, dat kan niet verloren gaan. En toen zei u zo vanuit de grond van uw hart, je moet een cabaret oprichten en je moet dit gaan doen. Ja. En die stoot, die duw, op dat moment is voor mij elementair geweest dat er iemand was die gewoon zei, dat moet je doen, jongen. En daar heb ik me altijd in vastgeklampt laten. Ik heb er toch tot mijn 17,5ste mee gewacht. Dus jullie hebben me nog gedeeltelijk als maagd gekend ook nog. Ja. Gedeeltelijk. Heel als maagd. Dit zijn de laatste mensen die jou gekend hebben als maagd. Op welke jonge leeftijd kreeg je dan belangstelling voor vrouwen? Schat dat dus. Nou, dat was vrij vroeg. Ik denk dat juist in de middelbare schooltijd reisde ik alle kermissen af. Zogenaamd om te dansen. Ik kon nog niet dansen. Je hing aan de bar en je had toch wel kans om wat te versieren. Mij staat nog bij van Kriet, vooral op de later klasse van de middelbare school, dat hij eigenlijk voor 3 dingen ontzettend veel belangstelling had. En dat was voor bier drinken, voor toepen en voor meisje. Veronica Goes Back.